Hi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe trackguide van GP-blog. Het Formule 1 circus vertrekt vanuit Frankrijk direct naar Oostenrijk, naar de Red Bull Ring. Vorig jaar wist Max Verstappen deze race te winnen en de beide Mercedes'en vielen uit. Gaat Mercedes dit jaar voor nog een 1-2? Voordat we erachter komen nemen we jullie een rondje mee met de RB15. En daar gaan we, een ronde over de Red Bull Ring. We gaan direct insturen naar rechts. En kijk uit dat je hier niet over die gele streep komt, want dan telt je rondetijd niet meteen de DRS open. En we gaan straks remmen op 80 meter. Dat komt omdat de weg hier een beetje omhoog gaat, dus je kan net wat laten remmen. We gaan insturen naar rechts. Kijk uit voor overstuur, ik ga namelijk iets te vroeg op mijn gas. En hier was het vorig jaar heel erg spannend. Met 3 man gingen ze een bocht nummer 4 in en dat ging allemaal maar net goed. Remmen op 80 meter. Insturen naar rechts en even terug naar z'n 2, net voor dat rotatievermogen. En weer vroeg op je gas. Deze bochten zijn heel erg lastig. Een beetje blindelings naar links en naar beneden. Dus uitkijken voor onderstuur. Uitkomen naar buiten. En deze zo laat mogelijk proberen in te sturen. Dat je je stuur heel snel recht kan zetten voor zoveel mogelijk tractie. En dan komen we alweer aan in DRS-zone nummer 3. Deze bocht gaan we insturen naar rechts in z'n 6e versnelling. Ik neem niet genoeg snelheid mee. En deze bocht moet je uitkijken voor die gele broodjes. Want daar gingen vorig jaar veel auto's aan kapot. En dit was het dan. Een ronde over de Red Bull Ring. Over 2 weken zijn we bij jullie terug met een nieuwe trackguide op het circuit van Silverstone. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.